Weer houdt een bijzonder gerechtshofzitting ter berechting van een oorlogsmisdadiger. Ditmaal een Nederlander. Antonie van der Waals, het beruchte werktuig van de SD, die door zijn vrijwillige en goed betaalde medewerking een groot aantal Nederlanders in handen van de Duitsers speelde. Na de voorlezing van de dagvaarding door de procureur fiscaal begint het getuigenverhoor. Jozef Schreider, die we al kennen uit het proces Rauter, van der Waals chef in de oorlog, is de hoofdgetuige. Voor een beoordeling van de misdaden van van der Waals is zijn feitenkennis zeer belangrijk. Onder de 46 getuigen zijn ook vrouwen, moeders en weduwen van de slachtoffers die vielen door het lafhartige verraad van de zogenaamde Engelse agent van der Waals, of de graaf, of Kranendonk, of de Wilde, of baron van Leinden, of hoe hij zich ook meer noemde. Elk ogenblik wordt hij door president van Vollenhoven naar voren geroepen. De ene keer ontkent hij hardnekkig aan een bepaald geval schuldig te zijn, een ander verraad weergeeft hij volmondig toe. Maar in alle gevallen tracht hij zich te verschuilen achter Schreider, die hij zijn opdrachtgever noemt. Hij vergeet te zeggen hoe fanatiek hij op eigen initiatief achter het verzet heeft aangejaagd. Burgemeester Oud van Rotterdam zou hij in 1941 naar Engeland begeleiden. Dat zei hij tenminste en de burgemeester komt het hier getuigen. Maar het bleek tenslotte alleen maar om geld begonnen, zoals alles wat deze arts fantast en oprichter ondernam. De burgemeester zorgde nog voor wat vrolijkheid in de sombere sfeer van deze rechtszaak, toen hij het geheugen van Schreier er even wat opfriste. 5 dagen minstens duurt het proces. De cynische van der Waals zal nog gelegenheid krijgen zich te verdedigen, maar dat zal hem niet helpen. Zijn gerechte straf zal hij zeker niet ontgaan.